de Bijbel lezen we een verhaal van een paar mensen die direct betrokken zijn geweest bij de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. Als we in deze adventstijd stil gaan staan bij de komst van Jezus naar deze aarde, strakjes kerst gaan vieren, dan volgen we in deze weken wat voorbereiding op zijn komst naar deze wereld. Er staan verschillende verhalen in de Bijbel en een van die verhalen gaat over de Joodse priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. Samen zijn ze afkomstig uit het bekende priestergeslacht van Aaron. Zacharias en Elisabeth zijn diepgelovig mensen. Maar onze meisjes Zacharias en Elisabeth hebben een probleem. Zacharias en Elisabeth zijn al op ouderdom gekomen, op hoge leeftijd gekomen. Maar ze hebben tijdens hun leven geen kinderen gekregen. En dat is voor hen heel verdrietig. Elisabeth is onvruchtbaar. En dat betekent in die tijd niet alleen maar dat ze geen nageslacht hadden, geen kinderen hadden gekregen, maar dat betekende ook nog iets dat uit hun nageslacht ook niet de Messias geboren zou worden. Die God beloofd had voor deze wereld, de redder die zou komen vanuit het mensengeslacht, die geboren zou worden. Ja, Zacharias en Elisabeth, ze hebben erop gewacht, maar het is niet gebeurd. Zij zullen dus verder geen rol spelen in de komst van de Messias naar deze wereld. En ze hebben zich daar dan maar bij neergelegd. Je kunt je wel voorstellen dat deze mensen dat als een zware last met zich meedragen en dat het een stukje pijn en verdriet in hun leven is. En voor ik met deze geschiedenis verder ga, wil ik dat even zomaar onder onze aandacht brengen. Kinderloosheid. Wat een stil verdriet kan zijn bij mensen. In een wereld waarin we leven, waar kinderen genomen worden, hoeveel kinderen neem jij, zeggen we dan? Of zijn jullie er nu mee gestopt? Laten we even goed nadenken over wat we eigenlijk zeggen. Het voorkomen van zwangerschap, het afbreken van zwangerschap. Er is een stille pijn bij echtparen, een onbegrepen verdriet wat zij met zich meedragen, het verdriet van kinderloosheid. En laten we daarom ook voorzichtig zijn met hoe we ons uitdrukken als het gaat om de zegen van kinderen. Het ontvangen van kinderen uit Gods hand. En het niet nemen van kinderen, maar het ontvangen. Het als rentmeesters beschikbaar krijgen in onze handen van wat God ons geeft. En het is goed om ook als gemeente van de Heer Jezus Christus oog te hebben voor echtparen die graag kinderen zouden hebben, maar tot nu toe kinderloos zijn gebleven. Laten we hen meenemen, in het bijzonder in onze gebeden. En laten we hen vooral veel liefde geven. Op een dag is Zacharias aan de beurt om in de tempel een offer van wierook te branden voor de Heere God. Zacharias is priester, dus van hem wordt gevraagd om te doen waar hij voor, je zou kunnen zeggen, aangenomen is. Daar is hij voor bestemd. Hij moet priester zijn. En hij mag vandaag het offer van wierook branden voor God. En buiten op het plein, dat was een beetje anders dan dit missiecentrum waar wij in zitten. Maar buiten op het plein, als Zacharias de tempel ingaat, op het plein staan dan honderden, misschien wel duizenden mensen staan daar te wachten. Want de priester gaat dan naar binnen. En dan bidden ze en ze weten dat de priester daar binnen ook gaat bidden. Dat hij het wierookoffer brengt. De reuk die voor God opstijgt. En Zacharias, hij verricht de juiste handelingen. Hij was zijn handen, een aantal ceremonies die hij moest doen voordat hij de tempel mocht binnengaan. Hij kende ze allemaal, hij wist precies wat er van hem verwacht werd. Hij trok het juiste priesterkleed aan en dan gaat Zacharias de tempel binnen. Zacharias kent de weg, zijn hele leven is hij al priester geweest. En als Zacharias daarbij het altaar staat, dan neemt hij de wierook uit de schalen en legt ze op het wierook. Altaar, het reukofferaltaar wordt aangestoken en de rook die kringelt omhoog. Zacharias weet precies wat het allemaal betekent, maar hij is niet berekend op wat er dan gebeurt.
ineens. Verrassend. Plotseling. Wat ziet Zacharias? Rechts, naast het altaar, ziet hij een engel. Een engel van God. Daar had hij helemaal niet op gerekend. Zacharias schrikt en hij wordt bang. Zacharias komt al jaren in de tempel. Zacharias doet elke dag zijn religieuze verplichtingen. Maar als nu ineens die engel verschijnt daar zo, een engel van de Allerhoogste, dan staat Zacharias als aan de grond genageld. Dit had hij niet verwacht. En misschien herken je het. Misschien kan ik het vanmorgen een beetje dichter bij jou brengen, deze geschiedenis, en denk je, hé, dat staat niet eens zo heel ver van mij vandaan. Je gaat al jaren naar de kerk. Je weet precies hoe alles werkt. Je zingt je liederen mee. Als er gezongen wordt, want ja, je kent die liederen wel. Je hebt ze misschien al op school geleerd, of op de catechisatie geleerd, of op, ja, waar je ze misschien thuis geleerd. Ze zijn voor jou overbekend. Je weet precies wat er allemaal gebeurt in de kerk. Je stopt wat geld in de collectezak voor het goede doel. Dat doe je week in, dat doe je week uit. Je weet precies hoe je je eigen moet gedragen. Je weet wanneer je moet gaan staan in de kerk en wanneer je moet blijven zitten in de kerk. Je weet wanneer je je ogen moet dicht doen en open moet doen. Je weet wanneer je je handen moet vouwen. Je weet alles. Want je doet het week na week na week na week. Maar mag ik je vragen vanmorgen? Wanneer heb jij een laatste ontmoeting met de Heer Jezus gehad? Wanneer heb je zomaar ineens die verschijning van God meegemaakt? Wanneer heb je dat moment voor het laatst gehad dat God je aansprak in jouw leven en dat je in één keer oog in oog met de Allerhoogste kwam te staan? Te midden van al je gewoonten die je had, je tradities die je had, dat met de kerk gaan, dat keurig, netjes, en daar is helemaal niks mis mee, maar wanneer heb jij voor de laatste keer een ontmoeting gehad met de Allerhoogste? En het komt er heel dichtbij. Zacharias had een bediening in de tempel. Hij was priester. Hij wist precies hoe het allemaal werkte. Hij was een van de vooraanstaanden. Hij behoorde bij de ouderlingen en de diakenen, bij de voorgangers van de kerk. Hij deed zijn taak precies wat hij moest doen. Maar hij was niet berekend op het spreken van de Allerhoogste. En dan komt God zomaar ineens je leven binnen. Ineens zie je hem naast het altaar. Nou, we hebben hier geen altaar. Maar door het woord van God komt hij zomaar ineens naar je toe. Je zit hier zo misschien vanmorgen en denk je, oh, wacht even, dit komt ineens heel dichtbij. Je zit te luisteren naar het woord van God. En ineens, het woord van God begint tot jou te spreken. Misschien zie je geen engel. Alhoewel, engel betekent gewoon boodschapper. Engel betekent boodschapper. Als de boodschap van God door de boodschapper tot jou gebracht wordt, spreekt God tot jou. De Allerhoogste is aan het woord. En hij spreekt tot je. Je kunt er niet langer omheen, je hoort het. De woorden dringen binnen in je hart. Wat een genade eigenlijk. Toen ik hierover nadacht, ik dacht, wat een genade, wat een zegen. Wat geweldig, dat God gewoon doorbreekt in die situatie van Zacharias. Wat een genade als de Allerhoogste doorbreekt in de sleur en in de gewoonten. Ook onze godsdienstige en onze religieuze gewoonten en tradities heen. Als hij er doorheen breekt. En als hij je aankijkt en tegen je zegt, het gaat me niet om je offer, maar het gaat me om je hart. Wanneer heb jij de stem van God zo voor de laatste keer gehoord? Hoe zit jij hier vanmorgen in de kerk? Die engel die zegt, we kunnen het lezen in Lucas 1 vers 13 tot 15. Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven en er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn
voor de Heere. Wat een woorden, het zal je maar gebeuren. Wat een belofte, krijgt Zacharias hier. Wat een toekomst in één keer. Het hele leven van Zacharias krijgt een totaal nieuwe wending. Hij was er al van uitgegaan, hij had zich er al bij neergelegd dat de redder voor deze wereld niet uit hem zou voortkomen, dat hij aan de zijlijn zou staan, dat hij er niet bij hoorde. Maar nu zegt God dat hij een kind zou krijgen, dat al voor de geboorte vol zal zijn van de Heilige Geest. En hij zal vele Joden ervan overtuigen dat ze moeten terugkeren tot de Heere hun God. Hij zal een bijzondere man zijn, met dezelfde geest en de kracht als de profeet Elia. Hij mag de mensen voorbereiden op de komst van de Heer Jezus Christus. Lieve mensen, zo is God. Zo is onze God heel verrassend, heel vernieuwend, nieuw leven gevend. Zacharias. Je hoeft niet bij de pakken neer te zitten. Zacharias, jouw leven hoeft niet in troosteloosheid te eindigen. Zacharias, ik maak een nieuw begin. Ik schep een nieuw leven. Ik geef je een nieuwe toekomst. Als jij hier zit vanmorgen, wie je ook bent, al zit je heel lang al in de kerk misschien, of misschien zit je hier vanmorgen al voor de eerste keer in de kerk. Wij geloven in een God die de dingen nieuw maakt. Voor wie geen hopeloze gevallen zijn. Wij geloven in een God die het dode spoor kan ombuigen tot een levende weg. Hier is de Allerhoogste. En de Allerhoogste spreekt vanmorgen tot jouw hart. De Allerhoogste komt vanmorgen naar je toe. En de Allerhoogste heeft een woord voor ons allemaal. En hij zegt, ik wil je leven nieuw maken. Het hoeft niet af te lopen zoals je denkt dat het af gaat lopen. In ondergang, in teleurstelling, in verdriet, in pijn. Nee, ik wil je een nieuwe toekomst geven. Ik zal mijn zoon naar deze wereld sturen, zegt de Allerhoogste. Ik stuur mijn lieve kind, Jezus, naar deze aarde. En als je in hem gelooft, dan zul je niet verloren gaan, maar zul je eeuwig leven hebben. Wat een hoop. Wat een verwachting in één keer. Zacharias was daar helemaal niet op berekend. En misschien ben je er ook niet op berekend als je naar de kerk toe gaat. Je denkt, nou daar gaan we dan weer. Het is zondagmorgen weer. En 10 uur begint de dienst. Dus laat ik een beetje op tijd zijn. Dan beginnen we. En je zingt je liederen mee. En je zit hier zo. Ja, daar zit je dan. En dan ineens de Allerhoogste, die komt tot je. Ja, hij komt tot je. Hij spreekt door zijn woord. Hij is hier zo. Dit is de werkplaats van de Heilige Geest. En hij geeft woorden van hoop. Hij geeft woorden van leven. Hij zegt, je leven kan veranderen. Je leven kan vernieuwd worden. Je leven kan een nieuwe toekomst krijgen. Door mijn Zoon, door Jezus Christus, onze Heer en onze Heiland. En moet je voorstellen, jongens en meisjes, je zou toch zeggen, Zacharias die valt ter plekke op zijn knieën en hij begint God te danken en te loven en te prijzen. En hij zegt, Heere, oh, hier heb ik heel mijn leven voor gebeden. Hier heb ik naar uitgezien en nu is het moment aangebroken. Dank u wel dat ik dit mag meemaken. Dat is helemaal niet waar. Als je de geschiedenis hier zo leest, dan word je daar eigenlijk een beetje verdrietig van. Want wat doet Zacharias? Hij reageert vol ongeloof. Moet je voorstellen, hij hoort de stem van de engel. En hij is notabene op de plek waar je de stem van God mag verwachten. Hij is in de tempel. Dit is de plek waar God op mensen spreekt. En Zacharias, de leidsman van het volk, de priester uit het geslacht van Aaron, hij reageert vol ongeloof. Hij zegt in vers 18, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is al op hoge leeftijd gekomen. Als je even over die vraag nadenkt, dan is dat eigenlijk gewoon een vraag vol twijfel, vol verwarring.
Met die vraag die Zacharias hier stelt aan de engel, trekt hij de woorden van God in twijfel. Het is eigenlijk net als die oude zonde uit het paradijs. Is het wel waar dat God, wat God gezegd heeft? Is het wel waar dat God het goede met me voor heeft? Is het wel waar dat God bestaat? Is het wel waar dat ik op God kan vertrouwen? Maar het is niet alleen die zonde van het paradijs. Het is de vraag die diep in ons hart steeds weer naar boven borrelt. Is het wel waar wat God zegt? Als de Allerhoogste tot ons spreekt. En als Hij je vanmorgen aankijkt en zegt: ik wil een boodschap van hoop, ik wil woorden van leven tot je spreken. Is het wel waar wat u gezegd hebt? Kan ik er wel op vertrouwen? Vaak reageren wij niet zo als we in de kerk zitten. Dan hebben we het gehoord en dan gaan we naar huis en eigenlijk ja. Maar ja, het was wel mooi, het was wel een aardige dienst. Mooie liederen gezongen, de aardige preek. En dan hebben we de stem van God gehoord. Hebben we verstaan wat Hij die ochtend tegen ons wilde zeggen. Je leest in je Bijbel, maar hoor je de stem van God? Is het jouw verlangen, God, dit gedeelte ben ik wel aan het lezen, maar wat wilt u tegen mij zeggen, God? Open mijn oren, open mijn hart. Je zit hier in de kerk en je hoort deze preek. Je hoort andere dingen. Hoe zit je hier eigenlijk? Met welke houding zit je hier eigenlijk? Om gewoon je traditie vol te zitten, om je rituelen te doen, om ja, te voorkomen dat je vader en moeder niet begint te mopperen van ja, mee moeten gaan naar de kerk of zo. Voor wat zit je hier eigenlijk in de kerk? Zit je met een open hart en zeg je: God, u hebt de woorden van het leven en zegt u het maar vanmorgen. Ik wil luisteren naar uw stem. Spreekt u maar, ik luister. Of denk je, is het wel waar wat God gezegd heeft? Is Hij wel echt in staat om mijn redder te zijn? Zou Hij het echt menen als Hij zegt dat Hij mijn zonde wil vergeven? Weet God wel wie ik ben? Is God echt in staat om mijn duisternis te veranderen in licht? Is God wel betrouwbaar? Kan ik wel van hem op aan? Of is het allemaal leuk te praten in de kerk en maak ik me blij met doornis? Lieve mensen, miljoenen mensen hebben inmiddels de proef op de som genomen en hebben ontdekt dat Gods woorden waarheid zijn. Als Hij belooft dat elke zonde vergeven kan worden wanneer we een beroep doen op het offer van de Heer Jezus aan het kruis, dan kun je daarop vertrouwen. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat de Bijbel dat zegt en daar staat: zo lief heeft God deze wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon, Jezus, gegeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat zijn de woorden van God zelf. Dat zijn de woorden van Jezus zelf. Dat zijn niet de woorden van een priester, van een dominee, van een paus of van weet ik veel wie. Dat zijn de woorden van God zelf, van de Allerhoogste. En als de woorden van de Allerhoogste tot je komen, dan kun je ervan op aan. Als Hij belooft dat Hij ons een nieuwe toekomst, een nieuw leven wil geven, dankzij de opstanding van Jezus Christus uit de dood, dan kun je daarvan op aan. Dan weet je dat zeker voor je leven en voor je sterven. Zacharias, hij maakt hier de grote fout die je in je leven kunt maken door God niet te vertrouwen. En het kan op duur te staan. En ik kan u zeggen, het komt ieder van ons heel duur te staan als we Gods woorden naast ons neerleggen en als we hem niet vertrouwen op zijn genadig woord en op zijn belofte die hij geeft en zijn liefde die hij naar ons wil uiten. Dat komt ons duur te staan als we dat afwijzen. Daarmee sluiten we onszelf buiten. Niet God sluit iemand buiten, niemand. God sluit jou niet buiten. God zegt niet, jou hoeft het niet. God sluit niemand buiten, want je kunt jezelf buiten zijn liefde sluiten door hem niet te vertrouwen. Sta je buiten het koninkrijk van geloof, van hoop en van liefde?
Voor Zacharias betekent het dat hij niet langer zou kunnen spreken tot de dag dat deze woorden in vervulling gaan, want het ongeloof wordt hem ontgesnoeid. Negen maanden later wordt er bij Zacharias en Elisabeth een kindje geboren. Wat zal daar door Zacharias zijn heen gegaan? Eerst al toen Elisabeth zwanger werd. En nu ziet hij het gebeuren. De belofte van God wordt vervuld. Gods woorden blijken waar te zijn. Het onmogelijke gebeurt. Zacharias is nog steeds sprakeloos. En als de buren dan vragen aan Zacharias: hoe zal dit jongetje heten? Dan schrijft Zacharias op, want hij kon het niet zeggen, dus hij schrijft op: Johannes is zijn naam. En met dat Zacharias dat opschrijft, Johannes is zijn naam, en hij eigenlijk een geloofsbelijdenis op papier zet: God, u bent waar. Ik vertrouw u. U bent de God die doet wat u zegt. Ik vertrouw u en ik geloof u en ik zie het, ik weet het. U bent de God op wie ik op aan kan. Als hij zo zijn geloofsbelijdenis opschrijft, dan in één keer gaat zijn mond open. In één keer krijgt hij zijn stem terug. In één keer, zo staat het er in de Bijbel, in één keer kan hij zijn stem gebruiken om God te loven en te prijzen. De sprakeloze wordt een Godlover. Jongens en meisjes, ja, ik heb er even over nagedacht en ik weet niet, ik moet het allemaal niet te visueel maken natuurlijk, maar wat zal die man hebben staan juichen? Die oude priester, zie je het voor je? Grijzer dan ik, denk ik, met misschien een soort rollator of zo, weet je, slechte been. En dan, nou, hij wist niet wat hij moest gebruiken om God te loven en te prijzen vanwege zijn goedheid en genade. Hij kon het niet, ja, hoe kon hij dit uit? Prachtig, hè? Die oude priester. Hij heeft geen praatjes meer, maar elk praatje wat hij heeft, dat gebruikt hij om God te verheerlijken. Het lijkt wel alsof er een nieuwe olie, zalfolie, over hem heen gegoten is. Wat heerlijk. Zacharias is al een beetje op leeftijd. Maar wat heerlijk als je zo weer opnieuw de woorden van God krijgt om hem te eren, om te getuigen, om hem te erkennen. Wat een genade van God. Zacharias wordt niet afgeschreven. Zacharias, hij zat vast in zijn sleur en hij rekende niet meer op God spreken. Maar nu mag Zacharias zijn stem gaan gebruiken om God te loven. En daar wil ik maar mee afsluiten. Ik hoop en ik bid dat er veel van die Zachariassen in onze gemeente zullen zijn. Mensen die misschien al wat ouder geworden zijn, al wat verder op leeftijd, al wat meer van het leven gezien hebben, maar die vooral hun mond niet meer kunnen houden over de liefde van de Heer Jezus. Die vooral niet meer kunnen zwijgen over de trouw en de goedheid van God. Mensen die uit hun sleur zijn losgemaakt van de traditie of vanuit de religieuze wetten en regels of wat dan ook allemaal die op zich prima kunnen zijn. Maar die God weer teruggevonden hebben in hun leven. Die de Allerhoogste weer hebben horen spreken. En die niet kunnen zwijgen van wat God in hun leven heeft gedaan. En God groot maken. Ik hoop en ik bid, en vanavond mogen er 3 jongeren zijn die hun belijdenis en getuigenis mogen geven. Dat is de nieuwe generatie die aantreedt. En ik zie je eruit. En ik hoop dat u erbij bent vanavond. Dat is een feest. De jongere generatie die aantreedt. De toekomst. God gaat door met zijn werk en met zijn kerk.
Maar vanmorgen worden er allemaal bij ingeschakeld. Zachariassen, die dachten op een doodspoor te zitten, worden erbij getrokken. En God zegt, jij mag ook een Godlover worden. Vanuit de ontmoeting met de Allerhoogste. En ik hoop dat we zo vaders en moeders gaan krijgen in de gemeente. Steeds meer en steeds meer. Die de nieuwe Johannessen in het Koninkrijk van God mogen onderwijzen. En die nieuwe Johannessen, dat mogen op hun beurt weer de wegwijzers zijn van de Heer Jezus Christus naar de toekomst. En zo begrijpt u het beeld. Laat zo de adventtijd maar een tijd van nieuw geestelijk leven zijn. Geen dode sporen. Geen sleur. Geen weg van buiten gesloten. Of ik hoor er niet meer bij. Geen uitgeblust geloof, maar nieuw leven. Geestelijk. Laat de geest van God je hart opnieuw helemaal in vuur en vlam zetten. Zodat God verheerlijkt wordt. En Jezus' komst wordt voor.